Goedemiddag. Waarnemer trainer voor Bert van Lossen, want die was bij Fox. Ja, dus kon hier twee plekken tegelijk zijn, zeker. Ja. Ja, vandaag gespeeld tegen IJsselsteek. Het schijnt een 1-2. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, een beetje teleurgesteld. IJsselsteek heeft wel een goede ploeg, goede spelers individu. Maar ja, we waren de tweede helft waren wij het bovenliggende partij. Maar we zetten dat niet om in doelpunten. Dus ja, dat is een beetje het verhaal. Ja. Hoe zou je dat graag anders willen zien? Wat zou je anders willen zien? Of hoe? Ja, we zijn gewoon te slordig in de eindpaas. Dan spelen we te veel de lange bal, terwijl we dan gewoon over de grond moeten blijven spelen. We zijn te ongeduldig. Het is ook nog een jeugdige ploeg, hè, WSP. We moeten wel iets leren om wat rustiger te worden daarin. En IJsselsteek, wat voor ploeg is dat? Is dat een ervaren ploeg ook? Of? Ja, er zitten hele goede voetballers in. Vooral met name op middenveld. Een wat dikkere jongen op middenveld, maar echt een hele goede voetballer. Die schoot ook uit alle standen stoeihard. En ze hadden nog een wat kale jongen, maar dat was ook een goede voetballer. Ze hebben echt een paar goede voetballers, moet ik zeggen. En in omschakeling waren ze gelijk heel goed en heel effectief. Heel scherp ook waarschijnlijk dan. Ja. Vonden jullie tegen de Epsom-Gosso combinatie, wat verwacht je daarvan? Nou, die moeten wij wel kunnen winnen. Ja. En die moeten pakken zijn? Ja, die moeten pakken zijn. Ja, dat denk ik wel. Wat is de tactiek voor die wedstrijd? Nou, wij spelen steeds op dezelfde manier. Dus wij proberen gewoon goed te voetballen en te blijven combineren. Dat benadrukken we ook steeds. Dus. Ja, dus vooral de combinatie voetballen. We hebben gewoon goede spelers voorin lopen. Dus ze moeten dan vandaag een beetje gefaald in de afronding. Maar ja, wij moeten gewoon van Epsom makkelijk kunnen winnen. Okay.